Goeiedag, dit filmpje heb ik gemaakt op basis van op de schouders van groten. Waar zijn die groten? Onderaan een linkje naar MacRumors, een forum waar iemand gepost heeft hoe dat die specifiek die code moet, hoe die code moet schrijven. Zie je? Om van een Mavericks installatie, die normaal gezien via de App Store verloopt, en dan eigenlijk dus een Mountain Lion upgrade, waardoor je eigenlijk niets kwijt bent. Je apps en je bestanden staan er nog allemaal op. Maar ik ben al voorstander om een clean install te doen, omdat je dan ook terug een propere harde schijf hebt. De software die erop staat, is dan ook uit het geheugen en zo verder. Idem dito voor Windows 8 of Windows 7 of XP. Nu, wat heb je nodig? Een USB. Ik ga die momenteel in het gleufje insteken. Hij zegt ons, je hebt een 8 gigabyte USB nodig. Momenteel heb ik die USB reeds geïnstalleerd. Dus wat ga je krijgen dan straks? Als we erop klikken. Dat is de inhoud waardoor je eigenlijk van die USB kan opstarten. Nu, voor leren we die nou erop komt, moeten we dat via een programmaatje. En dan noemt hier, ik druk command spatiebalk en dan ga je naar, zoeken naar Disk Utility in het Engels of Schijf Hulpprogramma in het Nederlands. En dat programmaatje dient eigenlijk voor onze hardware, onze harde schijven te gaan formateren. Dit is een 16 gig USB'tje. Je gaat dat partitioneren. Dan kan je dan verschillende partities, stukjes, blokjes, gaan partitioneren. Hij had gevraagd, even kijken, vermits dat hier in die code staat untitled, zie je dat? Hier, untitled. Moet die USB ook untitled noemen. En vermits dat naamloos een vertaling is, moet ik dat zo noemen. Untitled. Moest het MS-DOS zijn? Welke formatering verwacht hij? Formateer het volgens macOS X Journaled. Ik zie er een typefout, dat wordt nog wel geregeld. Dus zo. Untitled. Nu, dit staat in blokletters. Ik heb geen enkel besef of dat belangrijk is, maar vermoedelijk wel, vermits we op een Linux en een Mac OS X is eigenlijk een soort Linux-systeem, ga ik dat effectief met hoofdletter U en dan kleinletters untitled doen en ik pas toe. Dus je USB is leeg nu, wordt geformateerd, wordt compleet leeggemaakt. Dus je ziet hier straks het resultaat van mijn formatering, mijn partitionering. Partitie is een stuk aanschrijven, mits het maar één stuk is, ja. Ga je dus niet een blokje steken, maar in één groot geheel een macOS uitgebreid journaled structuursysteem voor je bestanden op te schrijven. Schijf activeren, partitionering voltooid, untitled, voilà, hij is leeg. Dus naast is degene die zich afvroegen wat dat was, dat zijn hot corners. Ik vind dat interessant om eens vlug te kijken wat staat op mijn bureaublad. Hier heb ik een ander hot corner. En hier heb ik nog een hot corner. Zie je? Dan heb je al snel een overzicht van de zaken die op je PC staan. Alright, dus we zijn klaar. Fase 1. De USB is geformateerd. Wat heb ik nu nog te doen? Ik moet deze code hebben. En het liefste S ook. Ja. Command C. Ik heb het gekopieerd. Wat moet ik nu doen? Ik moet de terminal opstarten. Degene die command spatiebalk gebruiken, die weet van, wauw, wat een power. Ja. Terminal, ik ben er. Snap je nu wat ik bedoel? Dan kan je eigenlijk even vlug klikken op dit hier. Ja. En dan kunnen we naar programma's gaan. En dan kunnen we naar hulpprogramma's gaan. Een mapje hier, voilà. Hulpprogramma's gaan. En dan staat hier, voilà, hier is die terminal. Alright. Terminalen is wat de Linux-fanaten graag in werken. Daar kan je dus echt code in typen. Dus ik ga die code die van daarstraks op de website stond, kopiëren. Ik zie dat die benaming exact is, want hij verwijst naar een volume. En de volume is untitled. Staat daar een andere naam? Dat lukt dan natuurlijk niet, want die bestaat niet. Dan zegt hij, hela, geef uw paswoord eens. Dat is uw login.
En dan zegt die applications install not found. Het wordt ingewikkeld. We gaan moeten uitzoeken waarom dat hij dat niet gevonden heeft. Ja, natuurlijk. Dus wat jullie nu wel moeten doen, wat ik nog niet heb gedaan, ik zit reeds in een Mavericks installatie. Dus wat je moet doen als je in een Mountain Lion of een versie daarvoor misschien nog zit, is upgraden. Het is via de App Store, dus via dit kleine programmaatje, moet je gaan zeggen, download dat. Dus je downloadt eerst de Mavericks en dan komt die vraag, wil je het installeren? Dan zeg je nee. Dus dan heb je inderdaad een programma gedownload. Ik veronderstel dat dat bij uitgelicht gaat komen. We gaan eens kijken. En want wat doet hij? Hij gaat in de code lezen. Applications install OS X Mavericks app. Dus in uw applications map of de programma's map. Hier moet dus dat programmaatje staan. Bij mij staat dat er dus niet. Logisch dat het dus niet werkt. Dus het gaat over deze hier. OS X Mavericks now available for free. Dus dat moet je aanklikken. En dat moet je downloaden. En op tijd stoppen. Dus voor de installatie stop je het verhaal. Dus hier een download. Maar ik ga het niet nog eens doen. Dat is elke keer 5 gig van mijn bandbreedte weg. Dus redelijk wat. Hier staat het 5,29. Dus ik heb het al een paar keer gedownload. De bedoeling is dat je het downloadt. Eens gedownload zit er dus een mapje, een application in je. Het is ondertussen terug dicht. In je application map. Hier staat er dan een programmaatje tussen. Het programma gaat zo noemen. En je gaat dus zeggen, zet het op een volume, deze volume. En ze verder dus de technische uitleg van onze forum. Ik wens jullie veel succes bij de installatie. En als er nog vragen zijn, post ze maar.